Minister Saskia Walden van het ministerie van Economische Zaken wil in goed partnerschap met onder andere de RR-leden van Marowijne werken aan consumentenzorg en facilitering van ondernemers per resort. Onlangs heeft de minister samen met haar staf een bezoek gebracht aan het district. In een gesprek met de RR-leden gaf de minister aan zich sterk te willen maken voor de verbetering van de informatievoorziening naar consumenten en winkeliers, zodat hun problemen kunnen worden opgelost. En waar gaan we consumenten mee beschermen? 1. Dat er niet aan prijsopdrijving wordt gedaan. Dat de prijzen niet opzettelijk te hoog worden geplaatst, doordat de winkelier een te hoge winstmarge in rekening brengt. Veel van de basis- en strategische goederen is de maximale winstmarge 20-25%. Toch? Dus een winkelier mag wel een winstmarge hebben. Ik haal maar bij Azaan die 10 geloof. Hij mag voor zeer in 12,50, want hij moet maar een paar uur, hij moet maar een paar roken, maar ik ga het transport. Dus hij mag een winstmarge zijn. De minister gaf verder aan dat het primair doel van het ministerie is om zorg te dragen voor welvaart en welzijn voor elk individu, maar in het bijzonder de consumenten en ondernemers in alle districten. Verder noemt de bewindsvrouw de beschikbaarheid van diensten, goederen en veiligheid in Marowijne als een belangrijk aspect. Tevens pleit de minister voor het beschikbaar stellen van kwalitatieve, goedkope en betaalbare basis- en strategische goederen aan de consumenten. Verder hield Walden een lijst met de richtprijzen van basis- en strategische goederen voor. Zij gaf aan dat de prijzen niet duurder dan het maximale mag worden verkocht. Aardappel staat helemaal boven. Lijst is op 7,12. Goed dat 7,15. Dus een winkel mag zeggen van moseer en psycholoog bijvoorbeeld. Dat voeren we naar mijn winkel. Dat is zeer moro. Dat is zeer moro snel. Dan niet aan het tappen op horen. Dat mag wel. Maar dan mag dat van dat moseer en 10 geloof. Want dat toch nog eens maar ook gafot of gebaie moro boom kopen die soort van dat. Nee, dat mag niet. Samen met de DC's en het ministerie zal een traject worden uitgezet waarbij de hulp van DR en RR-leden ingeroepen zal worden hoe winkelcontroles in hun eigen resort uit te voeren.